Want het is heel belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd al leren wat het is, dat afval eigenlijk een grondstof is en dat afval heel goed hergebruikt kan worden. En dat we eigenlijk zo weinig mogelijk afval moeten hebben. En wat ik vandaag heb gezien is dat kinderen daar heel bewust van zijn en dat ze er heel veel hebben geleerd en dat ze heel goed begrijpen dat afval, dat er zo min mogelijk afval moet komen. Ja, nou wat ik vandaag heb gezien bij de Designathon is dat ze de kinderen helemaal meenemen in het denkproces. En dat ze vanaf het ontwerp en de gedachten gewoon erachter, achter afvalscheiding en afvalpreventie, daar leren kinderen gewoon zelf over nadenken en ze mogen zelf met ideeën komen. En dat blijft hangen. Wij willen dat er uiteindelijk in heel Nederland, dat alle scholen in Nederland hun afval scheiden. En dat alle scholen in Nederland heel veel plannen hebben om wat te doen aan de preventie of het voorkomen van afval. En dat kinderen ook standaard in hun lespakketten leren dat afval een grondstof is.